Sheldon Mardanchi en ook Neptuniaan. Wat is er allemaal op jullie afgekomen, zeg? Nou, we hebben gewoon een heel goed toernooi gespeeld. Dat is eigenlijk gewoon... We gingen naar het toernooi om bij de eerste instantie bij de eerste 8 te eindigen. En ja, als loop van het toernooi ben je gewoon hartstikke goed aan het spelen. En dan zie je dat je het gewoon kan winnen. Dat is gewoon mogelijk. Wanneer beseften jullie dat? Van we zouden wel eens wereldkampioen kunnen worden? Ja, na de eerste 2 wedstrijden hadden we wel zoiets van... Nou, als we zo doorgaan, dan komt het wel helemaal goed. En ja, we hebben het gewoon doorgetrokken. En dan zie je tot aan de finale echt hard gespeeld. En dan maak je grote kans om te winnen. Dat hebben we gedaan. Had je deze gekte verwacht? Want heel Nederland is ineens honkbalgek. Ja, ik had wel wat dingen gehoord, maar ik had niet verwacht dat het echt zo druk en zo gek zou worden. Maar het is mooi om te zien. Het is ook promotie voor de honkbal, vind ik ook. Dat is heel belangrijk ook. Wat is er met jullie gebeurd vanaf het laatste moment dat die laatste bal werd gevangen? Nou, dat was niet te beschrijven. We gingen helemaal los. Ja, je weet niet hoe je moet reageren. Je gaat gewoon feesten natuurlijk. Het is niet te beschrijven hoe je je dan voelt. Zou dit voor veel spelers ook het begin van een hele mooie toekomst kunnen gaan worden? Want volgens mij Amerika longt voor sommigen. Het zou kunnen, ja, maar er zitten ook wat jongens bij die natuurlijk wat ouder zijn. Daar is het al een beetje te laat voor natuurlijk, om dan nog naar Amerika te gaan. Maar er zitten ook jonge jongens bij die wel zeker kans hebben daarop, dus zeker weten. Tot slot, wat gaat er de komende 24 uur gebeuren met Sheldon Mardanchi? Nou, ik ga lekker rustig naar huis en lekker thuis weer. Mijn familie, vrienden. Vriendin, dus dat is wel belangrijk, ja. Je hebt genoeg gefeest. Ja, ik heb genoeg gefeest.